Ze vonden het hier de hoogste tijd dat ik weer Destiny 2 ging spelen. Dat gebeurt natuurlijk altijd met een nieuwe expansion. En ik ben daar vol ingedoken. Ik ga met Koos en Skate voor het eerst in lange tijd het weer eens over de game hebben. Kijken hoe het ervoor staat en ja, sowieso of ik er weer in zit. Maar of Lightfall, de nieuwste expansion, ook goed genoeg is om deze twee heren weer bezig te houden. Ja. Waren jullie nog vol aan The Guardian, zeg maar? Half vol. Dat gaat bij mij nog altijd in fases. En dan op een gegeven moment ontstaat die prikkel er weer. Maar je account was nog helemaal bij en... Redelijk. Ik mis wat essentiële wapens of zo, die andere diehards wel hebben, weet je wel. Ik heb laatst de Gjallarhorn heb ik pas gehaald, bijvoorbeeld in die loot cave. Krijg je bijna cadeau, man. Ja, nee, maar toch, ik redde het niet in mijn eentje. Hij is alweer genurfd. Ook ja, dat true, nog. Ja. Maar nee, het is toch af en aan, af en aan. En die laatste expansion nodigde ook genoeg uit om steeds weer terug te komen. Beyond Light. Beyond Light, inderdaad. Ja. Nee, Witch Queen. Welke? The Witch Queen. Oh, The Witch Queen. Was die niet daarvoor? Nee, Beyond Light is daarvoor. Oh ja, die was daarvoor inderdaad. The Witch Queen vond ik echt heel sterk. Dus die nodigde mij vaak genoeg uit om toch regelmatig weer terug te komen. En voor die momentje van, ik weet even niet welke game ik wil spelen. Laat ik Destiny toch maar weer even induiken. Dus het is, ik ben altijd wel gewoon lekker rustig blijven doorlevelen. Hier en daar miste ik wel wat, maar ik had genoeg. Mijn armor was goed genoeg. Mijn level was genoeg. De wapens die ik had waren toereikend om weet je wel, strikes en noem het allemaal in te gaan. Op zich, dat maakt niet eens zo heel veel uit. Want de reden dat ik het ook vraag is, ik was al een tijdje uit de running. Ja. Dus ik vond het heel interessant om te kijken hoe het er nu voor staat. En daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar iedereen begint met 1600 gear, ja. Ongeacht hoe lang geleden je was gestrand. Dus je kan altijd weer meekomen. Was dat pun intended? Gestrand? Dat is een mooi bruggetje. Nou ja, in ieder geval laten we dan inderdaad even doen waar het in deze nieuwe expansion over gaat. Sowieso een nieuwe locatie, Neptune met Neo Muna. En ja, het is, dat weet iedereen natuurlijk die destijds die trailer heeft gezien, standaard cyberpunk kleuren, heel veel dat paars en blauw. En die Cloud Striders, je zag hem net al. Het is een heel uitgesproken stijltje. Het is een beetje een soort van disco Silver Surfers. Yep. Zijn het heel funky met al die kleuren. Dus ja, dat moet je wel. Trouwens, Destiny speel je natuurlijk voor andere redenen, maar de setting moet je wel een beetje aanstaan. Het is wel echt weer wat anders dan bijvoorbeeld zo'n volledig Hive georiënteerde ik expansion. Wou het zeggen. Ik denk die zijn heel dark en dit is heel kleurrijk. Dit is echt een complete departure van alles wat we daarvoor hebben gezien. En om ook nog heel even terug te komen op je vraag. Ik heb de hele tijd nog Destiny gespeeld. En simpelweg om de reden dat het verhaal en de lore was zo ontzettend sterk. En bij Beyond Light misschien in iets mindere mate, maar Witch Queen was echt fantastisch, echt fantastisch. Maar wat vind je hier dan van? Want het gaat door. Het is niet alleen maar andere kleurtjes. Het is het voortgang van het en, verhaal. En daar zit ook wel een beetje het probleem. Want ook de seasonal storytelling was echt heel erg goed bij The Witch Queen. En het eindigde echt op zo'n fucking high. Wat echt niet normaal was. En waardoor ik nog veel meer zin had in deze expansion. Want over het algemeen zijn toch wel de grote expansions weer de reden om in Destiny te duiken. Ja. En ja, ik begon eraan. En ik voelde al wat nattigheid wat betreft het verhaal. En want er wordt de hele tijd toch wordt het toegewerkt naar een bepaalde climax, een momentum waar het hele universum op afhangt. Nou ja, sterker nog, het gaat natuurlijk ook naar volgend jaar, 10 jaar Destiny, naar het wat echt grote, de conclusie is. Grote finale slotstuk toewerken. Ja, en hier, we krijgen natuurlijk de nieuwe planeet, maar vooral in het verhaal, er wordt de hele tijd wordt er gerefereerd, en daar heb ik me echt enorm aan gestoord. Er wordt echt de hele tijd gerefereerd aan een bepaalde artifact, waar dus de hele fucking universe van afhangt. En iedereen in de game weet alles van dat artifact. Iedereen wil hoe belangrijk het is, wat het doet. Als speler heb je geen idee. En het wordt echt 300 keer in je gezicht gegooid. En het doet me vooral echt denken aan die allereerste dagen van Destiny 1. Waarbij eigenlijk gewoon het verhaal geschrapt was. Van I don't have time to explain why I don't have time to explain. Ja, ja, ja. Déjà vu. En dat deed toch best wel pijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het verhaal en de lore, dat zijn voor mij de redenen om te spelen. Ik bedoel, de gunplay is fantastisch. Maar er zijn meer games die een fantastische gunplay hebben. Ja, voor mij is het echt andersom altijd geweest. En ik was er sowieso uit, dus dat het een beetje vaag voelde, dat kon ik prima hebben. Ja. Dus ja, dat verhaal is voor mij niet het belangrijkste.
Een ander nieuw ding, dat is wel een belangrijke, want dat was dat bruggetje, die mensen misschien nog niet snappen. Er is een nieuwe power type en die heet Strand. Ja, een nieuwe darkness type ook. Een nieuw darkness type, dus je hebt dat groene, je ziet het wapen gebruikt het, maar ook die guardian powers. Dat is de nieuwe die erbij zit. Je leert het door de campaign heen op momenten gebruiken. En aan het eind, als je de campaign hebt afgerund, gerond, dan wordt het gewoon een vast type die je kan kiezen. En ja, de campaign dient eigenlijk gewoon een beetje als een soort van verkapte tutorial om de Strand een beetje te begrijpen, als het ware. Ja, absoluut. En net zoals dat met Stasis bijvoorbeeld gebeurde bij de vorige campaign. Ja, en ik speel hem op de PC. En daar, ik bedoel, ik heb dan wel een muis met al die knoppen, maar je merkt wel die gameplay met Strand is net even wat dynamischer. Ja, zeker weten. En die moet je echt even onder de knie leren krijgen. Want ik vind het heel cool, maar er zijn ook echt wel wat momenten, zeker met die grappling hook, dat je heel even de feel goed moet doorkrijgen. Want platform is altijd een belangrijk onderdeel geweest van Destiny. Ja. En zeker in deze stad van Neomuna. Want weet je, het is een cyberpunk stad, maar met echt gigantisch veel verticaliteit. En daar komt die Strand natuurlijk ook wel goed tot zijn recht. Ja. Absoluut. Ja, nee, maar dat is wel echt even wennen. Maar ik vind hem. Ik heb het met de Hunter gespeeld, vooral nog. Ik Titan. Ik vind het wel echt cool. Ja, ik moest even wennen, maar ik merkte als ik daarna gewoon met andere game modes even een keer naar iets anders switchte, dat ik die grappling hook met mijn leader achteraan en die ground pound die ik kan doen, ik merkte dat ik hem automatisch aan het doen was, want hij voelt wel echt gratifying om te doen in de game. Ja, ik had er ook geen twijfels meer over bij een grappling hook, want ik weet nog bij Halo Infinite werd dat voor, ja, niet voor het eerst geïntroduceerd, zullen vast ook wel andere games hebben, maar toen had ik heel erg mijn twijfels erover. En als je er eenmaal mee speelt, is het fantastisch. En hier net zo. Ten eerste, de gunplay is al fantastisch waar we het over hadden. En als je dat nog kan aanswengelen met gigantische combo's, waarbij je echt hele hordes vijanden in één keer weg weet te blazen, wat Strand is op dit moment wel pretty overpowered. Laten we daar op houden. Als je de juiste abilities toevoegt en zo, ja, dan ja, kun je een heel eind komen. En dan, ik heb ook een beeld, die heb ik gewoon geript van iemand op YouTube. Van ja, om de 15 seconden heb ik een super en ik ben praktisch niet te killen. Weet je wel, omdat je steeds weer dingen krijgt en steeds weer health terugkrijgt en dergelijke. Om maar gewoon. Je speelt ook Hunter, toch? Ja. Maar die moet je hem straks maar even. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Nee, maar dat is bijvoorbeeld echt in PvE. In de Crucible is het niet overpowered, per se. Daar merk je niet voor de Crucible, hoor. Ik speel deze game niet voor Crucible. Nee. Nou goed, Gambit, Iron Banner. Ja, en de Crucible zelf. Ik vind het toch altijd leuk. Mm-hmm. Misschien is dat een goede. Want ik had een paar punten. En de eerste. Is dat ik het. Ik vind het super cool om er weer in te zitten. Er waren een paar punten waardoor ik er wel moeilijk in kwam. Daar gaan we het zo over hebben. Maar één ding wat ik wel echt nu heb met hoe ver Destiny doorgeëvalueerd is. Het is echt heel ontoegankelijk voor nieuwkomers. Ja, nee, ja, zeker. Als je nog nooit Destiny hebt gespeeld, je hebt zoiets van, nou, misschien moet dit dan het moment zijn dat ik instap. Ja. Dan heb je echt geen idee waar je moet zoeken. Want. Ik bedoel, World of Warcraft heeft bijvoorbeeld net een paar, voor het eerst in jaren, hele grote rigoureuze veranderingen doorgevoerd. Komt in 10.1. Mm-hmm. Omdat ook na zoveel jaar, het is gamesysteem op gamesysteem. En soms, weet je, is het gewoon uit de kluiten gegroeid. Ja. En dat is hier absoluut het geval. En zeker. Ik weet je, heb Destiny honderden uren gespeeld. En ik moest echt even goed zoeken van, ik heb bounties hier staan. Er zijn 8 verschillende type bounties. Ik heb mijn gewone quests. Ik heb mijn triumphs. De UX is niet heel erg toegankelijk. Wat is seasonal content? Wat is campaign? Het is echt een clusterfuck aan zoveel dingen om te tracken. Ja. Materials, currencies, et cetera, et cetera. Ja, dit is ook iedere keer, weet je wel, een complete rework. Nou, niet een complete rework krijgen, maar soms wel. Gewoon waarbij de hele in-game economy gewoon op zijn kop gezet wordt. Ja, maar ze moeten gewoon zoveel verschillende type. Ze hebben te veel verschillende typen van alles. Ja. Weet je, ze moeten het gewoon een beetje weer gaan versimpelen. Want als ik die game, die endgame loop niet al een paar keer had gedaan, dan had ik nu echt na de campaign geen idee gehad waar ik moest beginnen. En zelfs nu ontdek ik nog kleine dingetjes. Oh, dat kan ik ook doen. En nee, zeker weten. Nieuwkomers gaan hier gewoon echt niet wegwijs worden. Maar dat is echt al, ik denk nu al jaren een probleem bij Destiny. En ze proberen toch de hele tijd manieren te vinden om dat op te lossen. Dat hebben ze nu
enigszins proberen te doen, denk ik, met de Guardian ranks die je op een gegeven moment hebt. Van als je echt geen idee hebt wat je kan doen, volg gewoon die Guardian ranks. Dan raak je alles wel een beetje maar aan. Maar de UX ervan is gewoon... Nee, I know. Het is verschrikkelijk. Het is echt... Er is gewoon niet echt een goed systeem waarin je ziet wat je allemaal nog te doen hebt. Het is geen overzichtelijke to-do-lijst in de game. Het is all over the place. Ik kan zien dat jouw gameplay is. Ja, ja, maar dit was een beetje de eerste fase van... Oké, dit is het wennen. Het wennen. Oké, hoe werkt het nou precies? Nou, de eerste twee uur was het echt even lastig. Van, wanneer kan ik die grapple nu voor de tweede keer gebruiken? Precies. Bij welk je hebt ook gewoon die orbs in de... Goed om even te vermelden. Die grapple hook is ter vervanging van je genaad. Dus als jij stasis hebt als subclass, dan heb je geen genaad meer. Dat is de eerste. Je krijgt daarna ook weer grenade options. Die kan je weer unlocken. Dus die zitten erbij met allemaal interessante verschillende opties weer. Dus dat is nog wel een optie. Maar sowieso, de difficulty is wel een ding. Wat inderdaad, op het moment dat ze... Kijk, ze hebben nu de Guardian ranks toegevoegd om mensen daar een wegwijs te maken. Maar voor mij, als veteraan, staat alles weer ergens anders. Dus ik moet ook weer opnieuw gaan zoeken. En ik vind het niet heel erg... Als ik als veteraan het al niet intuïtief vind, kan ik me niet eens voorstellen wat het voor een nieuwkomer is. Nee, precies. Dat had ik ook op zoveel plekken. Wat ik wel fijn vind, over dat is toegevoegd, long overdue, is het feit dat je nu gewoon armor sets kunt saven. Ja. En een stuk of verschillende 6 loadouts. Ja, loadouts kun je gewoon nu bam. Weet je wel, met één druk op de knop. In plaats van steeds maar weer gewoon of via mijn app op mijn telefoon of gewoon handmatig op mijn scherm. Die switch maken van, die armor, dat moet even weg. En die wapens die ik bij die loadout heb, die moeten ook even vervangen worden. Nee, gewoon bam, bam, bam. Het kan nu gewoon allemaal zo met de stats erbij, weet je wel. Heerlijk, het is zeer man. Welkom. Maar dat het nu hier 9 erin van de 10 zit. Ja, maar het long overdue is wat ik zeg. Dat is gewoon belachelijk. Dat hadden ze al veel eerder moeten doen natuurlijk, weet je wel. Ja, echt krankzinnig. Het nodigt veel meer uit om gewoon bepaalde subclasses. Ik heb bij mijn stasis class gebruik ik andere dingen dan bijvoorbeeld bij mijn void subclass, weet je wel. Ja, same. Ik moet wel ook zeggen, nu zeker met Armor 2.0 is dat natuurlijk een ding geworden. Je zei het net zelf al, ik heb een bepaalde beeld overgenomen van iemand. Hoe je helemaal je armor set en je wapenset kan customizen op een manier dat je perfecte synergie hebt. Dat vind ik super vet. Weet je wel, daar zit echt die nerd shit in. Kan je honderden uren aan besteden in het fine-tunen van je wapens. Je kan wapens natuurlijk ook craften tegenwoordig. Daar zit echt wel die verdieping in voor die Destiny-veteraan en speler. Om uiteindelijk... Zeker wanneer je de high-end content gaat doen, de Grandmaster Nightfalls en dergelijke. Het is super vet om je daarop te focussen en daar kan je echt je ei in kwijt. Ja, maar dat is ook wat ik altijd tof heb gevonden aan Destiny. En dat is eenzelfde gevoel wat ik ook met Dark Souls games heb. Wat zij heel goed doen is dat die items, ook door de utility die ze hebben, die gaan echt waarde krijgen. Dus weet je, jouw arsenaal, dat... Weet je, dat zijn jouw hebben dingetjes, weet je. Alles dient een eigen nut en het voelt super goed. Ja, en dat waren ze op het begin van Destiny 2 een beetje kwijt. Want Destiny 1, misschien is het voor de balans niet goed, maar daar had je, weet je, bepaalde wapens die zo krankzinnig OP waren. Waaronder die Gjallarhorn natuurlijk. Maar daardoor nog steeds. Ja, maar daardoor krijgen die wapens zo'n... maar begin Destiny 2 hadden ze dat wat meer gelijk getrokken, zeg maar. Maar juist doordat ze zo OP zijn, dan krijgen ze zo'n legendarische status. En zorg gewoon dat de gameplay interessanter is. En de combat en ook de set pieces. Dan maakt het helemaal niet uit. Nee, maar wat ik wilde zeggen, wat die difficulty... want op een gegeven moment... merkte ik zelf ook gewoon hoe frustrerend sommige van die campaign missions zijn. Gewoon cheap deaths, omdat er gewoon in een hoekje iets staat wat je niet had kunnen zien. Iets spawnt bovenop je. Ik had dat op een gegeven moment met de boss fight. Dat de hele tijd die fucking bollen naar beneden vielen. Ja. Terwijl je niet kon checken waar ze zouden vallen. Veel te kleine arena's. Ik heb gewoon de boss gecheesed, hè. Oh, echt waar? Ja. Onder een trap gewoon ben ik gewoon gaan staan. Ja, maar dat is het ding. Dat moest haast wel bijna. Maar dat is mijn punt. En dat, ik weet je, ik heb nog... ik heb heel jaar 1 Destiny gedaan. Weet je, mijn eerste maand van Nightfalls was een uur lang een boss. Inderdaad, van achter een trap door een paar dozen heen schieten. Dus ik ben er niet vies van. Maar
Ik las best wel wat mensen ook online op fora die zoiets hadden van ja, dit is, ik ben gewoon afgehaakt. Omdat nou, het probleem is, kijk, je hebt denk ik Witch Queen niet gespeeld. Nee. Daar was het fucking goed gedaan. Tenminste, welke heb ik nog niet gespeeld? In ieder geval, veel mensen las ik zijn hier afgehaakt. En ook, ik checkte ook op een gegeven ogenblik. En ik zag gewoon, ik zit 20, 30 onder het light level wat ik nodig had. Ja. Dus ik ben ook tijdens de campaign... Ben ik gestopt met de campaign. Dat moet ook, want je moet levelen. Patrols gaan doen, gewoon om mijn gear te levelen. Ja, dat is ontzettend gaar. Ja, en ik had zoiets van, nu ben ik... Want ik kon ook niet de patrols in Neomuna doen. Want daar werd ik ge-one-shot door alles. Klopt. Difficulty daar is veel te hoog als je onder de 1750 light level zit. Dus toen had ik zoiets van, ja, ik ben nieuwe content van een nieuwe expansion aan het doen. En nu ben ik op Earth in een zone die ik al door en door ken, ben ik gewoon public events aan het doen die ik van voor en achter ken, omdat ik even bij moet levelen. Ja, het voelt gewoon alsof ze daarmee de content heel erg willen rekken. Want als ik al check naar het verhaal, wat ik echt bijzonder minimaal vind, ook de bad guy waar je uiteindelijk tegen gaat opnemen. Dat wel. Zonder al te veel te willen verklappen, maar gewoon... Ik vind, als iemand die net weer komt aanschuiven, The Witness vind ik The Witness is super een hele vette character. Ja. Ik vind die design van hem echt, dat is, weet je, Bungie op zijn best. Maar, je hebt niet met hem te maken. Je hebt met zijn stupid handlanger te maken. Nog. Ja. En die kende ik nog, want die gaat al een tijdje mee. Maar die was wel badass gewoon al die tijd, weet je wel. Mysterieus vooral ook. Ja, en als je hem nu ziet, het is een soort lapdog geworden van de Witness, lijkt het wel. Maar ja, dat kan ook niet anders. Dat is altijd... Hij is B100 van de baron, weet je wel. Als er een grotere villain komt, dan de vorige wordt altijd gedowngrade. Ja, maar ik vind het jammer dat ze dat op die manier gedaan hebben. Want echt, de Witch Queen was wat dat betreft zo sterk. En daar begon zeg maar het feit dat die campaign op Legend difficulty gespeeld kon worden. Nou, dat gaf een fantastische uitdaging. Ten eerste, het was altijd daardoor uitdagend. Ging je met 3 mensen spelen, schaalde die ook nog eens op naar wat betreft moeilijkheid. Maar daar klopten de set pieces ook. De boss battles waren best wel intricate. Zaten ook soms wel wat raid mechanics in en dergelijke. Ja. En hier, vrijwel elke end-level situatie, waarbij je dus gewoon nog 1 boss moet klappen, het is alleen maar rennen om in leven te blijven. Want je hebt die tormentors zijn natuurlijk main boss fights uit de gewone campaign. Ja. Maar dat is inderdaad gewoon rondrennen. Ja, maar rondrennen, want leven blijven en af en toe omdraaien om terug te schieten en hopen dat je het maar redt. Ja. Maar toch, ik heb een paar keer dat ik echt dacht van fuck, maar ik ging dood. En had ik zoiets van, nee, is dit de checkpoint? Echt een stuk terug. Ja. Dat ik echt dacht van, nou fuck it, ik heb wel genoeg gespeeld voor de review. Ik ben er klaar mee. Maar had ik zoiets van, toen begon bij mij zo van, nee. Weet je, deze game gaat mij niet eronder krijgen. Toen ben ik doorgegaan en nu zit ik er weer helemaal in. Nee, maar dat herken ik helemaal. Want zeg maar, het halen van die Legend shit, ook al is het met deze expansion wat minder slim gedaan als de vorige. Het feit dat het erin zit en het feit dat het zo uitdagend is. Ja, dat maakt die campagne wat mij betreft wel veel interessanter. Absoluut. Maar laten we niet doen alsof dit verreweg de sterkste is van wat we de afgelopen paar jaar hebben gehad. Nee. Ik durf te zeggen minste. Ja. Ja, kijk, wat voor mij cool is, terugkerend, is dat er gewoon veel content ligt. Ja. Omdat ik dus ook nog bepaalde exotic quests van vorige expansions kan doen en... een heleboel van de Crucible maps en van de nieuwe strikes, die ken ik nog niet door en door. Dus, want ja, als je dat wel allemaal kent, dan is het heel veel herhaling weer. En dan moet je wel echt een diehard Destiny fan zijn. Als je nu weer naar de nieuwe light level cap gaat grinden, want hij gaat best wel langzaam. Ja, zeker op het begin. Ja, vond je? Ja, op het begin vond ik wel. Op een gegeven moment, als je bij 17 zit, dan ga je iets harder. Nee, wat is jouw light level nu dan? Ik ben nu 1770. Ja, ja, dat vind ik niet. Ik ook. Ik zit nu 1771, 1772. En je moet wel echt even... We gaan naar de 1810. Vanaf hier vind ik het juist een beetje langzaam ja, gaan. Precies. Oh, ja, precies. We zijn er nog niet. Nee, maar omdat je volgens mij is de softcap 1750. Even uit mijn hoofd. Dus ja, klopt. Dat is wel logisch. Ja, maar voor raid, veel... Raid was 1770 volgens mij. Klopt. Ja, en er zijn ook weer andere dingen. Zijn 1810 voor bepaalde campaigns. Ja. De echte high-end shit. Maar goed, wat ik nog wilde zeggen ook. Los van dat het heel cool is dat er dus gewoon voor mij heel veel content ligt. Wat me wel echt weer met
meteen heel erg duidelijk werd, is hoe onsympathiek het betaalmodel is achter content van Destiny 2. Hoe bedoel je? Nou ja, niet om altijd maar alles met World of Warcraft te vergelijken, maar veel, nou, maar bedoel, veel franchises doen dat. Ja. Kijk, als er een nieuwe expansion komt en je koopt die, dan heb je alle oude content. Okay, maakt niet uit wat je ervoor hebt. En jij hebt geen Witch Queen nu? Er zitten allemaal gaten in. En wil jij alle content hebben? En je krijgt namelijk wel alles in de nieuwe game ook als endgame content. Ja. Dus een weekly strike van een strike die jij niet hebt, ja, is grayed out. En dat zijn best wel veel dingen. Dus los van de expansions die je dan zou moeten kopen, heb je die Bungie 30th Anniversary Pack en een twee Strike Pack. Nou, dat is €45. Ja. Los van de andere expansions nog. Dus weet je, dan koop je een nieuwe expansion. Dan heb je, nou ja, weet je, stel je voor je wilt de laatste twee expansions erbij kopen en die content, ben je echt wel maar het is ook verwarrend. €160, €170 verder voordat je alles kan doen. Wat ook onderdeel is van de endgame van de nieuwe expansion. En ik vind, weet je, die expansions zijn gewoon full price. Ja. Ik vind, daar mag dat wel gewoon bij zitten. Ja, vind ik ook. Want ik vind het ook een beetje verwarrend voor heel veel spelers. En dat is sowieso al een leidraad met alles Destiny. Is, ze zijn free-to-play gegaan. Maar op een gegeven moment, ja, als je bijna niks meer mee kan doen met je vrienden, ja, wat is er dan nog free-to-play überhaupt aan? Ik vind dit tegenovergesteld van free-to-play. Ik vind dat hier heel veel kosten aan zitten. En ik vind het ook zonde dat ze die Eververse shop nog steeds, weet je, er zit zoveel het is wel cosmetisch, maar er zitten zoveel essentiële dingen in voor een MMO-speler of een speler van dit soort games, waar je actief mee bezig bent. En dan heb ik het met name over echt 10, 15 armor sets die je alleen maar kan kopen. Ja. En dat zijn typische dingen waar je... Dat voelt heel frank. Vooral wanneer jij full price al die shit hebt betaald. Wanneer ik een nieuwe expansion koop en dan vervolgens met mijn hunter, terwijl ik aan het levelen ben, allemaal armor krijg die ik al 8 jaar langs zie komen. Weet je, dezelfde armor pieces voor de hunter. Ik heb nog de Tangled Web map, mask, weet je. Allezelfde content. Dan heb ik zoiets van, dan zie ik de Eververse shop helemaal vol met hele mooie hunter armor. Ja. €20 per stuk. Ja, die zijn niet goedkoop. Dus ik vind wel, wat ik nu zo terugkerend, met ik zag wat alles wat er grayed out was, als je eventjes een paar niet hebt gespeeld en je koopt een nieuwe expansion, hoeveel je nog steeds niet kunt spelen, dat vond ik niet heel netjes. Het is een dure grap, deze. Ja, dat viel me wel even op. En een ander belangrijk punt wat ik nog wilde bespreken. En ik ga ervan uit, want wat dingen die ik heb gelezen, was idem voor de console. Hij is best wel buggy nog. Er zitten een paar gekke bugs in. Sowieso die invisibility bug is er nog steeds. Oh ja, ja, die heb ik ook een paar keer gehad. Onzichtbare... heb ik nou iets getriggerd waardoor ik onzichtbaar blijf? Ja, nee, dat denk je dus, omdat er ook invisibility spells in zitten. Ja. Maar wapens of je personage kan onzichtbaar worden. Het lijkt... Ik ben de tijd in. Ik heb het ding nog niet meegemaakt. Nou ja, maar ik vroeg me dus af of ik daadwerkelijk invisible was, of dat ze me wel zagen. Nou ja, voor andere spelers is het heel lastig, want ik heb het een keer in de Crucible gehad. Maar in PvE bijvoorbeeld, ben je echt invisible? Een computer zal je vast nog gewoon kunnen zien. Ja, precies. Alleen, want er zit een nieuw commendation systeem in, dat je aan het eind van een potje, als je met andere mensen hebt gespeeld, kan je ze een waardering geven. Alleen maar positief trouwens. Alleen maar positief. Ja. Dus het is een beetje een houvast, schijnhouvast voor de in-game Looking for Group tool, dat je kan zien van, deze speler heeft veel commendations. Ja. Maar er wordt nu gezegd, het zou mogelijk daar aan gekoppeld zitten, als je dat doet aan het eind van gameplay modes, dan kan dat die invisibility trigger. Hmm. Maar hij maakt het echt onspeelbaar. Je moet uitloggen en weer in en dan is het weg. Okay. Maar ik had het met mijn wapen, dus mijn vizier was ook onzichtbaar in de Crucible. Ik moest gewoon weten waar ongeveer mijn vizier zat. Ik kon niks zien. Ik heb dat gelukkig allemaal nog niet meegemaakt, maar ik hoorde wel ook, want op Discord hebben we een vrij actieve Destiny community ook, dat er wel bugs in zaten, waar die ineens je hele character kon verwijderen in één keer. En daar hadden ze wel een hotfix voor, geloof ik. Maar... Oh, nee, ik heb ook wat campaign missies gehad, dat gewoon een deur niet open ging. Moest ik helemaal terug, deed ook niet suicide. Gelukkig had ik een grenade launcher bij me. Yeah. Maar die campaign missies zijn lang. Yeah. Ja. Je bent echt een uur, anderhalf uur bezig met één missie.
Ja, als jij na weet ik van 1 uur en 20 minuten, ik was bij een van die allerlaatste missies, toen dat complex met die hele lange trap naar beneden, en doe je daar een deur open met een console, en die deur ging gewoon niet open. En ik las, meer mensen hebben dat gehad. Maar het zijn gewoon van die kleine irritante bugs, precies, ja, voor zo'n wel gek, product als dit, ja. Zou dat eigenlijk niet meer mogen. Nee. Nee, helemaal mee eens. Er zijn nog wat quality of life verbeteringen. Jij noemde onder andere al de loadout systeem natuurlijk. Maar ook het modification systeem is redelijk op de kop gegaan. Alles is nu ook makkelijker via één scherm samen te stellen. Je hebt natuurlijk ook seasonal mods die je op een gegeven moment kan vergaren. En die artifacts die zijn ook weer aangepast. Hè? Maar het is voor mij dan ook weer verwarrend. Want ik had dan natuurlijk in mijn loadout had ik met mods... weet je wel, dat bijvoorbeeld bepaalde wapens beter werkten met stasis of void en dergelijke. Dat is allemaal eruit gesloopt en die hebben ze dan weer vervangen door veel basalere mods, ja. Zeg maar. Dat is een beetje verwarrend. Bijvoorbeeld faster loadouts, meer ammo bij mijn heavy weapon. Dat zit er volgens mij allemaal niet meer in. Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 zo uit mijn hoofd. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar ik ben nog op zoek naar een goede loadout op dit moment, hoor. Okay. Maar ik heb net de campaign zeg maar uitgespeeld. Dus dan pas begint bij mij die route, zeg maar. Deze week de raid spelen. Die is natuurlijk ook sinds vorige week uit. Ja. Spelen jullie op console? Nee. PC. Dit is mijn gameplay, dus PC. Oké. Okay. Ja, beide eigenlijk wel. Nog één ding... wat ik wel wilde aankaarten, want ik ging dus weer spelen. Ik heb op de PC wel echt moeite met BattleEye. Wat dan? Dat is de anti-cheat software. Ja. En die is dus client-side. Die draai je zelf. Mm-hmm. En die moet je echt gewoon full access geven tot je PC. Die heeft op kernel niveau toegang tot je PC. Dus je hebt permanent naar de developer van BattleEye jouw PC met een enorme backdoor openstaan. Hmm. Natuurlijk is dat geen slechtwillende partij, nee. Maar alles wat jij doet op jouw PC, waar je enige privacy waardeert, ja. Is het niet een fijn idee dat je die software draait. Dat is ook voor mij een van de redenen, wel goed punt dat je dat aanhaalt, dat ik mijn game PC echt alleen voor gaming. Ja, ik heb echt een laptop voor apart shit. Dan is dat op zich oké, maar weet... dat je met Destiny 2 en BattleEye... en er zijn meer games die dit gebruiken. BattleEye is bekende software. Ja, ik wou het zeggen. Maar de reden hoe ik dat merk, zeg maar... is dat ik bijvoorbeeld geen game capture kan gebruiken... als ik de game wil streamen via OBS. Nee, precies. Weet je wel? Zo merk ik dat bijvoorbeeld. Maar goed, ik heb ook gelezen... weet je, mensen met meer verstand van software dan ik... die gaven ook aan... het is echt een hele luie oplossing van publishers of developers... om dit te gebruiken... Want je hebt hele goede server-side oplossingen. Zodat je de speler niet hoeft lastig te vallen. En niet hun hele PC open hoeft te zetten naar een bedrijf toe. En dit is tevens een van de redenen waarom het ook niet op Steam Deck te spelen is. Deze game zou makkelijk kunnen draaien op Steam Deck natuurlijk. Het gameprincipe leent zich er ook perfect voor. Maar vanwege die anti-cheat shit kan het niet naar Steam Deck. Nee, nou, daar was ik geen fan van. Maar goed, dat waren een heleboel punten, omdat dit natuurlijk een game is die wij door en door kennen. En ik ben er meteen weer vol ingedoken. Ja. Maar dat zijn dingen dat als je het onder een vergrootglas legt, waar je het in een in-depth review over hebt. Maar ik vind het awesome. Weet je, het zijn allemaal... punten van kritiek, omdat je er zo en we moeten er kritisch naar kijken, maar ook zo dicht bovenop zit. Dus je ziet ieder schoonheidsfoutje en alles. Maar ik vind het wel grappig van jij komt vanuit een heel ander perspectief dan ik, omdat je er gewoon al een tijdje bent uit geweest. Ja. Voor mij was juist de vorige expansion zo ontzettend gaaf dat deze juist heel erg tegenvalt wat mij dat, betreft. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En vooral omdat jij op de gameplay zit en ik zit vooral op de lore, maar ook gewoon. Weet je, dit zou de epische conclusie moeten zijn. En in één keer... Nog niet. Het werkt naar de epische conclusie. Ik bedoel, toewerken naar de epische conclusie. Maar om heel even in Marvel-termen te schetsen. Dit is de Infinity War en de volgende is de Endgame. Ja, is dat zo? De eerstvolgende expansion is de laatste? Ja, dat is de final shape inderdaad. En dit zou dan Infinity War moeten zijn. En
Weet je, alles wordt zo gewichtig verteld, zogenaamd. Alles moet je zogenaamd voelen. Nou, ten eerste wordt je dus de artifact wordt je niet uitgelegd wat het is. Ten tweede, je hebt die Cloud Striders. Ja. Nee, die vind ik ook een beetje lame. Ik vind ze vet eruit zien. Maar zodra ze hun bek opentrekken... Het is een rare borstkas. Ja, maar zodra ze hun bek opentrekken, weet je... Het wordt echt die hele gare bodycup shit... met hele retarded fucking jokes... de hele tijd die gemaakt worden... terwijl het hier over de eind van de wereld gaat. Ja. Nou, een van die Cloud Striders, die is dicht bij zijn pensioen. Wat zal er gebeuren, weet je wel? Ja. Ja. Al die dingen en dan ook de tegenvallende eindbaas van deze expansion... Ja, ja, ik vind het allemaal karig. Ja, maar weet je hoe ik het ook zie? Ik kijk naar zo'n expansion ook niet als wat er met Day One uitkomt. Nee, maar is... weet je, die gaat een heel verloop in zitten. Ja. En, maar je moet beoordelen op wat het nu is. Nee, true. Maar ik heb ook wel eens vaker met expansions gezien. Niet per se in Destiny, maar dat wat er op dag 1 uitkwam, stond me niet per se aan. Ja. Maar in de loop van de maanden met patches en gewoon hoe ze het verhaal en de gameplay uitbouwden, werd dat een van de highlights voor mij. Nee, dus, dat zou zeker kunnen. Weet je, wat er nu staat is niet per se wat we over, weet ik veel, 3-4 maanden spelen. Nee. Dus ze kunnen best nog wat belangrijke veranderingen doorvoeren. Ja, begrijp me ook niet verkeerd. Hè. Ik vind het verhaal vind ik gewoon heel erg tegenvallen van deze expansion. Maar de gameplay die staat nog wel steeds als een huis. En zeker wanneer je multiplayer speelt. Zeker wat de moeilijkere content. Dat is gewoon super vet om te spelen. Ik kan niet wachten om de dungeon te gaan spelen. Ik kan niet wachten om de nightfalls en dergelijke te gaan doen. Ik mis nog steeds matchmaking. Ja, ik heb inmiddels zo'n grote groep waar we uit kunnen kiezen. En we komen met z'n allen de hele week samen. Dus ja, dat is nooit een issue meer. Ja, oké. Misschien moet ik er gewoon hook me up. Ja, dat is geen probleem. Ook op de PC? We spelen alles. Het is cosplay. Dus, cross-platform. Ja, en PlayStation heeft Discord tegenwoordig. Xbox heeft Discord. Dus ja, het is allemaal geen issue meer. Okay. Maar dit is elke keer weer gewoon de grote redding van deze game. En de reden waarom veel mensen, waaronder ikzelf, toch steeds weer terugkomen. Gewoon die gunplay, De mobility, weet je wel. Het speelt gewoon als een trein. Ja. Het is zo lekker, weet je maar wel. Maar ook, je blijft het spelen. In ieder geval, ik blijf het spelen. Precies door het seasonal model. Want wat jij zegt, het kan zijn dat het er over een paar weken compleet anders uitziet. Dat is 100% zo. En je moet toch iedere week... Je kan het uiteindelijk ook in de laatste week doen, gewoon allemaal tegelijk. Maar iedere week wil ik toch iets meer van het verhaal weten. Doe je heel even die seasonal activity. Bam, dan krijg je weer een quest erbij met wat meer verhaal. Voor die nugget speel ik het. Ik wil gewoon al die wapens weer uitbouwen. Ik ben mijn hele inventory... Ik ben, denk ik, misschien de helft van de tijd zit ik gewoon in Destiny Item Manager gewoon shit heen en weer te schuiven. Snap ik. Ja. Ik heb een vault die zo vol zit, ook met exotics. Ik weet niet eens wat ik ermee moet doen, man, maar ik laat het maar zitten. Nou, exotics kan je gewoon upgraden. Die zijn te infusen naar max level. Die sunset items, daar ben ik... Ik heb al 3 sessies gedaan om op te ruimen en iedere keer denk ik van nou, deze kunnen nu ook wel weg. Ja, er zijn er een paar die bewaar ik voor altijd. Ik ben echt een enorme hoarder. Ik ben blij dat de vault space omhoog is gegaan bij die vorige expansion. Want ik kan niks weggooien. Ja, ik heb de echte goede dingen bewaar ik wel. Maar ik bewaar alles. Gewoon. Maar goed, weet je, dat is het ding. Dat is gewoon tof aan Destiny. Ik moet ook zeggen, weet je, met mijn Hunter heb ik nu weer gear erop zitten. Het ziet er zo vet uit. Weet je, dus het is het verzamelen. En als je op je character screen zit en je bent aan het klooien volledig met shaders. Eigen maken. Ja, ik wil het zeggen, transmog kan je natuurlijk het doen. Het is een heerlijke game om aan te pielen en aan je loadouts, hoe het eruit ziet, hoe het speelt. Dus ja, wat dat betreft, weet je, ik vind het nu tof om weer in die endgame grind te zitten. Om gewoon, weet je, je weekly gambit missies te doen en dit en dat. Dat voelt gewoon lekker. Waarbij ik nog wel even de vraag heb aan jullie. Vonden jullie bijvoorbeeld de wereld, de nieuwe wereld die ons geschonken is? Ik vond het niet zo groot. Niet alleen niet zo groot, maar ook niet zo levendig. Nee. Weet je waar mij aan deed denken? Die stad volgens mij heet het New Mombasa van Halo 3 ODST. Daar drop je neer als Orbital Dropship Trooper en alle straten zijn leeg. Er lopen alleen wat enemies hier en daar. Het is leuk omdat het nieuw is. Maar ik heb inderdaad soms, want je moet ook nog in de oude zone zijn. En dan ga je naar de Cosmodrome of weet ik wat.
Dan heb ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel... Toffer. Wel toffer. Ja, 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 zeker, je hebt ook bijvoorbeeld Mars of zo. En dat is ook gewoon... Dat is een plukje vijanden hier. En dan heb je ook weer even niks. Een plukje. Maar dat is Mars, weet je wel. Dit is een stad. Een levendig stad, ook wat te zeggen. Hè? Een stad van... In een van die campaign cutscenes hebben ze het erover waarom iedereen weg is. Ja, ze hebben een lore uitleg. Maar het is een zogenaamd levendig stad. Waar is maar iedereen? Niemand is er, want iedereen zit in de fucking Matrix. Ja. En je ziet wel wat schimmetjes hier en daar. Dat moeten mensen voorstellen. Ja. Ja, maar dan had ik... Ja, dan dient het... Dat is een beetje een rare backdrop voor de actie of zo dan. Absoluut. Weet je wel? Dat vind ik wel een beetje jammer. Want ja, wat ze laten zien is op zich wel tof. Een totale verandering van stijl en een nieuwe subclass die daarop aansluit. Daar had ik iets meer van verwacht eigenlijk wel. Ja, toch? Ja, voor mij is het vooral dat ik... Wat ik al zeg, ik had... halfweg tijdens die campaign misschien zoiets van... Oké, weet je, klaar met deze shit. Ik wil Belle Eye wil ik van mijn PC af hebben. Ik heb genoeg gezien. En ja, weet je, je komt weer in. En het is nog steeds Destiny 2. En waar we het in het begin ook heel kort over hadden... ze gaan hier geen nieuwe spelers mee winnen. Nee, dat, zeker niet. Maar voor de gevestigde playerbase... die ze nog een jaar lang bezig moeten houden tot de grote climax... van 10 jaar Destiny. Ja, weet je, er zit maar wel... op een gegeven moment ben je ook zo geïnvesteerd. Ik bedoel, spelers zoals... Dat komt niet meer in me op om überhaupt nog te skippen. Je bent zo dichtbij. Je hebt zoveel geïnvesteerd, zoveel uren ook. Dit moet je toch dan checken. Sowieso. Ja, dus... Laat het geen vrijbrief zijn, hè? Zo bedoel ik dat ook niet. Nee, maar want ik ben er ook kritisch toch op. Van, ja, nee, zeker. Ik vind het echt bijzonder tegenvallen. Maar gelukkig heb je ook nog... De campaign. Ja. En het verhaal waarvoor ik het speel. Maar precies heb je ook nog, wat Steven zegt, gewoon de gameplay. En die staat als een huis. En die wordt altijd alleen maar beter en beter. Dus, ja, er zitten genoeg leuke nieuwe modes in en dingetjes om je bezig te houden. En... Ik was, daar kunnen ze altijd op terugvallen. En dat staat nog steeds als een huis. Dus wat ik al zei, ik ga hier gewoon nog steeds mee door. Het maakt dit wel, concluderend, de meest zinloze review ooit. Want dit is dus niet voor nieuwe... voor nieuwe mensen hadden we een halve minuut review kunnen doen. Ja. Dit gaat niet de game of de expansion zijn waarmee je Destiny gaat ontdekken. Nou, maar dat hebben de laatste expansions hebben dat volgens mij wel redelijk gezegd. Van ben je labs player of ben je een nieuw speler, dit is wel een moment om in te stappen. Ik ben nu wel bij dat punt, dit is niet het moment om in te stappen. Nee, maar... En ik denk de volgende ook niet meer, want het is de laatste. Dat is de laatste. En als mensen al spelen, ja, dan hoeven ze waarschijnlijk niks te vertellen. Nee, dan, die weten precies wat ze kunnen verwachten. Kun je beginnen bij het begin? Ja. Wel, toch? Ja, die kan je volgens mij... Ik weet niet of dat nog steeds bij Amanda Holiday was, maar dan kon je al die soort vaulted campaigns kon je allemaal spelen. Maar kun je dan niet gewoon als nieuwe speler gewoon lekker daar beginnen en in jouw tempo naar de finale toe werken? Maar het is zoveel. Hey, ja. Het is zo verschrikkelijk veel. En dan moet je heel veel kopen. Ja, dat vooral. Dat wordt wel een dure grap, want dat is gewoon 7, 8 jaar aan games. Want... Ja, nou, volgens mij is nu wel alles tot en met Beyond Light. Wat dingen samengevoegd. Ja, ik wou net zeggen, alles tot en met Beyond Light, dat is nu volgens mij open. Maar daar is een gedeelte van Vaulted, dus dat kan je zo... Ja, dus we zeggen niet, doe het niet. Als je echt zoiets hebt van, ik moet ooit weten wat Destiny is. By all means, ga er vanaf het begin af aan induiken. Weet dat het redelijk ontoegankelijk is voor nieuwkomers. Dus speel vooral met anderen. Die kunnen je misschien nog bij de hand nemen en vertellen hoe de gameplay loop werkt. En precies, hoe want de game legt het je niet altijd even goed uit. Nee, zeker niet. Maar wat zeggen we tegen de mensen die dit ook al gewoon, weet je, zoals wij in meerdere of mindere mate nog altijd spelen? Nou, misschien moeten jullie het eerst, dan sluit ik hem af. Voor mij heel simpel. Er was geen enkel scenario geweest, denk ik, waarbij ik niet deze game zou spelen. Maar voor mensen die wel, zoals ik erin zitten, met dat ze puur voor het verhaal en de campaign willen spelen en niet zozeer weekly alle activities willen doen. Ja, dit is niet de one. En dan moet je misschien wel even wachten totdat die in de aanbieding is of wat dan ook. Ja. Ja, ik was in de aanloop naar Lightfall, was ik echt goed enthousiast. Nou, op basis van de beelden die ik had gezien en zo. De toevoeging van Strand, weet je, een nieuwe wereld. Ik denk, nou gaan we het krijgen. Hopelijk ook nog wat nieuwe vijanden en zo. En ook weer gewoon mensen met wie ik vroeger regelmatig ook al speelde en zo. Mobiliseren van, hey guys, als hij er is, dan gaan we lekker aan de bak, hè? Ja.
En je merkt gewoon in die eerste dagen, mensen gaan toch gewoon die soloen, de campaigns of met iemand anders. En dan merk je ook al dat bij veel mensen al vrij snel dat het hele enthousiasme wat er in de aanloop was, toch een beetje al weggeëpt blijkt te zijn. Ik merkte het nu al bij de matchmaking. Was het bij jullie niet ook zo dat de matchmaking echt lang duurde? Nee? Ja, er zullen er nog wel genoeg zijn hoor. Ik vond het heel opvallend dat in de week van launch dat ik echt lange matchmaking had. Oh, maar misschien dat de servers overvol zijn, dat zou het natuurlijk ook kunnen. Maar... Ja, nou, ik heb er ook niet zo heel veel last van gehad. Maar het geeft toch wel aan in ieder geval dat Lightfall niet helemaal is waar de meeste diehard of iets meer... laid-back spelers, zoals ik zelf dan zeg maar, hè, die er niet dag in dag uit mee bezig zijn, ja, die het van tevoren verwachten, daar wist deze expansion niet helemaal aan te voldoen. Maar goed, wat niet eens kan nog komen, wat je ook al aangaf, het is geen sprint, het is een marathon. En ook ik moet nog aan die raid beginnen. En het schijnt wel zo te zijn dat er minder van die puzzelelementen met van die, hoe noem je dat ook? Waar je op die platformen. Platformen, ja. die dingen waar je op staat en zo. Minder van dat soort time shit ook en zo. Dus dan is het voor mij ook wel... Minder platform is sowieso altijd... thank you, God. Ik haat terwijl je nu zou zeggen met Strand, meer. Ja, maar daar ben ik ook... Je zag het toen straks al. Ik heb geen tweede grapple. Ja, dus maar platform is ook beneden. Echt pittig soms. Ik vind het geweest. Ik vind het awesome. Ik vind het ook leuk. Ja. Het hoort erbij. Zeker tijdens een raid. Weet je, er staat altijd mooie platformmomenten bij. Het is altijd leuk om te zien wie er weer niet doorheen komt. Maar ik denk dan dat deze... Ja, denk ik wel dat deze raid meer voor mij geschikt gaat zijn. En ik ga ook zeker wel weer een aantal mensen bij elkaar krijgen om dat te spelen. Maar... En er zijn altijd minder, hè? Joshua. Ja, noemde. Geef het naar een beetje public maar shaming doen. Ja, zeker. Joshua Kane. Hè? Maar nee, weet je. Uiteindelijk, ondanks de gebreken die deze expansion heeft, wetende dat we er overheen moeten kijken naar volgend jaar, want dan gaat het echt spectaculair afgesloten worden. Hopen we dan maar. Laten we hopen dat Bungie weet waar ze mee bezig zijn. En dat ze daadwerkelijk het einde... Nou, het voelt alsof ze B-team hierop hebben gezet. En dat hopelijk dan het A-team werkt aan de final shape. Ja, dat vind ik wel erg radicaal. Misschien ga ik jullie hier even laten Ik ga in ieder geval nog wel lekker door. Ik ga nog wel lekker door met deze game, hoor. Nee, maar dan kan ik namelijk wat positiever afsluiten. Ja. Want voor de lab... We gaan allebei door, hè? Als ik het kut zou winnen, zou ik niet doorgaan. Ja, jullie zijn een beetje aan het zuurpruimen ook. En ik kom natuurlijk vers weer terug. Niet burned out van content die wordt hergebruikt. Ik heb een paar jaar gemist. En als labs player, of het dan weer cool is om met Lightfall erin te duiken. Nou, voor mij absoluut dus wel. Het is misschien ook expectation management, want jullie hebben The Witch Queen gehad en allemaal toffe content. En ik begon hier echt aan met het idee van, ik ben klaar met Destiny. Ik vind het leuk om het weer even te checken. En wat ik zeg, ook just een paar keer bijna... It pulls you back in. Ja, en ik was ook een paar keer bijna afgehaakt. En ik zit er nu weer echt in. Ja. En dan is het weer echt Destiny. En je gaat er niks nieuws vinden als je een paar jaar niet hebt gespeeld. Maar als je het voor die tijd wel jaren hebt gespeeld zoals ik, dan weet je ook wat er tof aan is. En dat is er nog steeds tof aan. En ik ben gewoon nu weer aan het genieten van Lightfall. De nieuwe modes, de nieuwe items. Ik heb ook genoeg items gemist. Dus dat maakt het voor mij ook weer wat interessanter. Genoeg te doen in de game. En ik vind het ook tof om weer onderdeel te zijn van dat laatste jaar. Want ik heb toch zo lang Destiny gespeeld. Om toch die afsluiting mee te gaan maken met een account die nog een beetje up-to-date is. Ja, tuurlijk. Dus, nou, maar dat doen ze wel goed. Ook al heb je zeg maar heel veel expansions gemist. Je kan wel, doordat alles gewoon elke keer gelijk wordt getrokken, en ook al heb je niet alle wapens, je kan altijd wel meedoen als je zou willen. Precies. Nou goed, we gaan er een eind aan breien voordat we in herhaling vallen. Het is denk ik meer dan duidelijk. Dat doet Destiny namelijk ook al jaren, hoor. Precies. Lightfall is in ieder geval weer wat anders. Een mooie expansion om richting de final shape toe te werken, wat echt 10 jaar Destiny gaat afsluiten volgend jaar. Ik ben blij dat ik er weer onderdeel van ben.